Hoi, het is vandaag de tweede wedstrijddag. Ik heb gisteren in het hotel niet meer laten zien wat ik heb gekocht. Dat moet ik vandaag eventjes doen. Toen we thuis kwamen hebben we echt gelijk gedoucht, want het was gisteren dus 34 graden. Het was super heet. We waren helemaal nat van, heb je dus koud water, waar je dus elke keer je flesje kunt bijvullen, maar ook waar je zelf ook maar kan afspoelen. Dus we waren helemaal vies van een mix van water, zonnebrand, zweet. Dus we hebben echt gelijk gedoucht en toen zijn we gaan uitrusten. Vandaag is de tweede wedstrijddag. Mijn moeder is even daar koffie halen. We hebben net al een paar paarden gekeken. En vandaag, ja, ik vind vandaag dus denk ik leuker dan gisteren. Want er zijn super veel ruiters die ik ook ken. Die ik heel graag in het echt wil zien rijden. Dus ja, ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik heb net iemand gezien uit India. Volgens mij is dat de eerste keer dat er iemand uit India meedoet aan de Olympische Spelen. Dat is ook heel erg tof. Ik hoop wel dat het een beetje opschiet met koffie, want zo meteen dat iemand uit Duitsland, Isabel Bert, en die wil ik heel graag zien rijden. Vooral vanwege een paard dat ze bij zich heeft. Dus ik neem vandaag jullie weer gezellig mee en ja, laten we gaan. Daar komt je vrouw koffie. Dit is echt fantastisch. We zitten dan hier gelijk bij deze tribunes. Ja! Her set to her own music. Dit is iemand uit Frankrijk die nu aan het rijden is en dat paard heet Jolene. En ze doen tijdens de proef doen ze muziek afspelen. Dat doen ze dan voor de stap, voor de draf en de galop. En dan passen ze ook de muziek aan. Maar het is dus geen kuur op muziek. Er is gewoon een DJ die laat gewoon achtergrondmuziek afspelen. En het paard heet Jolene. En nu heeft hij dus ook het liedje genaamd Jolene. Dat is echt heel grappig. Jolene, die concours ses deuxième Jeux Olympiques. Pour la France, Alexandre Ayache. Het paard is pas 8. Maar die doet het echt met 2 hoeven in zijn neus. Echt niet normaal. La finale Coupe du Monde, 2 championnats d'Europe et déjà médaillé d'argent en 2019 par équipe. Elle a couru 2 championnats du monde avec l'équipe de Suède, des Pays-Bas, pardon. Elle a été 2 fois 5e à Herning et à. And we go to the final combination who is in this group E as we go to the Netherlands. A rider who is at the first time at the Olympic Games, but big experience obviously in major championships, 2 times the World Championships, 2 times to the European Championships also. The second rider for the Netherlands, she's 39 years of age, world number 8 in the ring here at Château de Versailles. Un couple d'expérience.
France, les mondiaux, les Europes, la finale Coupe du Monde et désormais les Jeux Olympiques. Emily Scholtens. À 13h55 pour la suite. 74-581. C'est elle qui gagne. Het is pauze. Alle mensen die zijn hier koffie en andere lekkere dingen en eten en zo aan het halen. Wij gaan even plassen, dat is nu ook de tijd. En dan na de pauze is gelijk de laatste ruiter van Nederland aan de beurt. Dus dan weten we ook waar ze dan tot nu toe staan in het klassement. En ik denk dat wij kans hebben op de gouden teammedaille. Dat, nou, durf ik in ieder geval plek 1, 2 of 3. Dit is de laatste ruiter van Nederland, dit is Hans-Peter Minderhout. Hij is net begonnen. There we go. Of age of Toto Junior under the saddle of Hans Peter Minderhout, world number 59, and in a few seconds, obviously, his marks on the big scoreboard. Avec Hans-Peter Minderhout, aussi leur participation en équipe à 72-578 pour le score personnel. Peter Minderhout donne un score définitif pour l'équipe des. Whoops. Dit paard, wat nu aan de beurt is, deze is van Amerika, van. Hoe heet hij? Volgens mij heet hij Stefan Peters en dat paard heet Super Casper. Dit is ook een heel goed paard. Die man die kan ook echt heel goed rijden. Ik heb me vergist over de prijsuitreiking. Dat is dus pas zaterdag. Ja, 3 augustus, dat is zaterdag. Dan doen ze dus alle prijsuitreikingen in één keer. Dus dan doen ze van de individuele en ook van het team. Ik dacht dat het nu was. Het is niet zo. Ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn. Maar ze zijn de helft aan het afbreken en de helft weer opnieuw aan het opbouwen met bloemen. Misschien dat ze de arena nu alvast aanpassen voor het volgende wedstrijdonderdeel. Dat kan. De landenwedstrijd die is nu klaar. Wij zijn nu de laatste dingetjes aan het doen. En nog even naar het toilet ook gaan. En dan gaan we zo meteen weer terug naar het hotel. We zijn nu bij de uitgang van het park. En hier heb je dus een heel groot weiland met allemaal paarden. We weten niet zo goed van wie deze paarden zijn. Dat hebben we net gevraagd. En er schijnt hier een hele grote stal te zitten. Oh, er is ook een heel kleintje daarbij. Wacht even. Er schijnt hier een hele grote stal te zitten. Waar ze dus waarschijnlijk van zijn. Kijk, er is een heel klein appaloosaatje daar die ertussen loopt. Kijk hoe grappig. De omheining is hier alleen iets minder grappig. Ja, prikkeldraad niet zo hoog en een draadje. Ze staan er allemaal nog, dus ik denk dat het goed gaat. En ze hebben daar in de verte hele mooie schuilstallen. Helemaal aan de andere kant van het weiland hebben ze er ook nog zo eentje. Daar ben ik eigenlijk wel jaloers op, want wij mogen dat dus van de gemeente niet neerzetten. Dat is echt heel dom. Maar dit zijn, kan ik een beetje inzoomen? Zo. Klein beetje, ja. Het zijn echt super mooie stalletjes. Dat zou ik ook wel willen. We gaan toch nog even een beetje dichterbij kijken. Want hier zijn ze dus nieuwsgierig en komen ze naar het hek. Hallo jongen. Hallo. Hallo. Oh, hij gaat. Hij is klaar. We zijn onze spullen aan het inpakken om morgen naar huis te gaan. En dit is wat ik nu ga inpakken, wat ik heb gekocht. Als eerste dit. Dit was echt zo handig. Iedereen zat met dit ding, omdat het zo ontzettend warm was. Dit is gewoon zo'n
ja, gewoon vandaar. Het is zo'n papieren ding, niet fantastische kwaliteit, maar hij werkt geweldig en hij was heel erg waardevol tijdens het warme weer. Dan heb ik deze. Dit is een wit Olympisch t-shirt en die hebben we er ook eentje van Londen 2012. Daar is mijn moeder toen naartoe geweest en daar heb ik ook een shirt van. Dit is Parijs 2024 en dan met de Olympische ringen, gewoon wit en dan met de Olympische vlam. En dan ook het bijbehorende petje. Dit is dus hetzelfde petje met precies hetzelfde design. En dit is dan geborduurd. Dit is echt wel zo gedrukt, zeg maar. En dit is echt geborduurd erop. Dus dit is het kledingsetje. En de waaier, die ga ik ook meenemen in mijn tas voor op de terugweg. Laatste dagje in Frankrijk. En wij hebben vandaag dus geen wedstrijd meer. Maar we gaan dan even naar het kasteel. Waar we dus van de week al heel even voor stonden. En daar gaan we dus nu op bezoek. Ik heb kaartjes gekocht om naar binnen te gaan. Het ziet er hier al zo mooi uit. Hier in het park. Met die bloemen. En daar het mooie kasteel. Ik heb er heel veel zin in. Binnen in het kasteel en er zijn dus ook heel veel dingen te zien over paarden. En hier hebben ze dus een soort tentoonstelling gemaakt van de harnassen die de paarden omkregen. Ik sta even aan deze kant, het is daar echt super druk. Dit zijn die hele stellages die ze dan tijdens de strijd bij die paarden omhingen. Dit moet ook echt loodzwaar zijn. Kijk, daar zie je een paard wat echt helemaal is ingepakt. Ook op zijn hals en zo, op zijn manenkam. En dan ook een speciaal harnas om zijn hoofd heen. Hier zijn nog meer onderdelen van paardenharnassen. Kijk, een soort... Wat is dit? Een soort vliegenmasker, maar dan voor de oorlog. Echt alle details die erin zitten. Bij deze ook. Kijk dan. Helemaal beschilderd met een soort gouden verf. Deze haalt een horentje. Een soort historische eenhoorn. Het is jammer dat het zo, met dat glas, dat het zo reflecteert op de camera. Maar het is, oh ja, kijk, hier kan je het wel zien. Kijk, al die details die erin zitten. Niet normaal. Hier gaat het allemaal over gezondheid van vroeger. Hier zie je echt van die hele oude boeken. Dit is uit 1599 staat hier. Kijk. En dan van die boeken met skelet. En hier zie je, zeg maar, als je een paard openmaakt aan de binnenkant, hoe dat er dan uitziet. Hier zie je alle onderdelen van het skelet. En dit is natuurlijk, ik neem aan, van later. Dit is niet van heel lang geleden, denk ik. Oké, ik heb me toch vergist over dit ding. Als ik het goed begrijp is de eerste variant hiervan gemaakt in 1789 en deze gekleurde variant uit 1904. Dus hier zie je dus alle spieren van een paard. En als je wel eens hebt gehoord van een peesblessure, dan zie je daar wat pezen precies zijn. Je ziet nog net zo die rode daar in de bovenkant van het voorbeen, zie je nog net zo die rode spier lopen en dan uiteinde van die spier, waar die dus vast zit aan het bot, die witte lijnen, dat is dus een pees. Nou, het was mooier geweest om het te filmen voordat we het hadden opgegeten, maar we hebben het opgegeten. We zitten in de trein op weg naar huis en dit keer hebben we eerste klas Eurostar, heel erg luxe en daar hoort dus ook diner bij. Eigenlijk net zoals in het vliegtuig. Het is nog 2,5 uur, dus nog wel eventjes en dan zijn we thuis.